Iets waar de BMW X5 van zichzelf natuurlijk al aan uitbrengt is comfort. Rust en rijgedrag. Maar deze auto is ook nog uitgerust met de comfortstoelen. En de comfortstoelen kan je helemaal instellen zoals jij zelf zou willen. Zo kunnen we met deze knop de rugleuning bedienen. We kunnen naar voor en naar achter uiteraard. En om met deze knop naar voren doen, dan gaat de rugleuning ietsjes rechterop. En dan hier ook kunnen we de zithoogte en naar voren en naar achter. Dus als we deze naar beneden doen, dan zullen we zien dat de stoel naar beneden gaat. Als we hem omhoog drukken in zijn algemeen, gaat de stoel omhoog. Wanneer we dit aan de voorkant doen, gaat alleen de voorkant van de stoel omhoog. En we kunnen natuurlijk naar voren en naar achter. En verder hebben we aan de voorkant nog twee verschillende opties waarmee we de stoelen nog meer kunnen personaliseren. We kunnen met de bovenste knop de lendensteun bedienen om hem smaller of breder te maken. En onderin kunnen we inderdaad nog meer opblazen aan de onderkant van de rug. En zo heb je dus talloze mogelijkheden om de stoel helemaal naar je eigen hand te zetten.